Sergio, hoe kijk je terug op de mijlpaal 200 wedstrijden in de Eredivisie voor FC Groningen? Ja, hartstikke mooi. Overwinning, helaas niet de nul. Maar toch mooi dat ik 200 Eredivisie wedstrijden voor FC Groningen mag spelen nu. En dan kom je toch in een mooi rijtje en daar ben ik trots op. Ja, je zat in de goede hoek bij de penalty en dat had je 10e strafschop kunnen zijn die je zou keren voor FC Groningen. Nou, dankjewel, we rijven het er lekker in. Nee, ja, helaas. Ik had er graag gestopt. Zeker altijd, maar helemaal mooi in je 200ste wedstrijd. Maar het mocht helaas niet zo zijn, maar ik ben desalniettemin hartstikke blij met de 3 punten. Wat zijn nou de mooiste momenten van die 200 Eredivisie wedstrijden? Nou, dat zijn er natuurlijk een hele hoop. Maar als ik er even een paar zal tussenuit halen, dan is het toch wel een van mijn eerste wedstrijden, PSV. Ik kwam natuurlijk uit België. Ik moest Bizot vervangen. En de wedstrijd tegen PSV heb ik het publiek echt gewonnen voor mezelf. En vanaf dat moment stonden ze ook echt achter me. Wat zijn nog meer wedstrijden die je echt herinnert? Qua reddingen of De afgelopen wedstrijd Utrecht. Utrecht gewoon belangrijk kunnen wezen. Maar ook een keer de wedstrijd Utrecht daarvoor, een jaar of 4 geleden. Dat Django Warmerdam de 1-0 maakte. En dat ik gewoon heel veel ballen op goal tegenkrijg. En eentje, dat is... We konden volgens mij een negatief record halen na 5 of 6 nederlagen. En toen gingen we uit naar ADO Den Haag. En toen kregen we na 30 minuten rood, Michael de Leeuw. En toen kreeg ik ook wel aardig wat reddingen te verwerken. En toen scoorde Rasmus Lindgren van 40 meter een vrije trap, schoot hij erin. En die vreugde, die staat me nog wel erg bij. Dus het bijzondere in deze tijd dat je 200 wedstrijden, even Eredivisie wedstrijden, voor één club speelt. Ja, hoe komt het dat jij zo verknocht bent aan FC Groningen? In deze tijd is het inderdaad bijzonder, want veel spelers die willen toch na 1 of 2 jaar alweer stappen maken. Ik ben ook van mening dat je soms moet waarderen wat je hebt. En ik heb 2 jaar geleden een belangrijke keuze gemaakt. Ik zat bij het Nederlands elftal. Ik zou mijn contract kunnen laten aflopen, maar ik heb er toen voor gekozen om langer te blijven. Omdat ik gewoon ontzettend blij was. Mijn gezin heeft het naar zijn zin en zit hier op school, zijn hier opgegroeid. En ik heb toen deze keuze gemaakt en daar heb ik geen spijt van gehad. Ja, heel veel positief commentaar op jullie spel zondag tegen Fortuna Sittard. Ja, hoe lastig is dat dan om nu tegen VV Venlo te moeten spelen die met 13-0 verloren hebben van Ajax? De verwachtingen zijn hoog nu. Nou, dat is een incident voor hun natuurlijk. Na de rode kaart liep het een beetje erg uit de hand. Wij, VVV Venlo, hebben gewoon dit seizoen ook laten zien dat ze gewoon een prima ploeg zijn. En de afgelopen jaren hebben we het ook gewoon moeilijk gehad. Vorig jaar hebben we 0-1 verloren. Dit is een incident geweest. En zij zullen zich willen revancheren, maar het is aan ons om dat niet te laten gebeuren. Ja, hoe moet het zijn voor een keeper van VVV die de 13 tegenkrijgt? Je kent je collega, denk ik. Ja, ik heb ook wel nagedacht hoe ik me zou voelen. Maar volgens mij is dat niet te beschrijven voor een keeper. En wil je daar ook niet te lang over nadenken. En ik ga er ook niet te lang over nadenken, want dat gaat mij hopelijk nooit gebeuren.